In deze video ga ik jullie uitleggen hoe je kan monteren met de app KineMaster op je smartphone. Hartstikke handig. We gaan meteen beginnen. De eerste keer dat je de app opent, zie je meteen dat je kan kiezen. Horizontaal, vierkant of verticaal. Je drukt op de plus. Ik kies nu voor 16.9 horizontaal, omdat ik het zo heb opgenomen. Maar maak je wat voor stories of voor Instagram, dan kan je misschien ook kiezen voor verticaal of vierkant. Nu kom ik in mijn montage en druk ik op de knop media. En dan ga ik naar recent, of naar all in dit geval. Kies ik twee clips die ik achter elkaar wil zetten. Dat zijn deze en deze. Als je gaat monteren, kijk je eerst waar je begin zit. Dus je luistert eerst naar de clip. Je drukt op play en je luistert waar je de knip moet gaan plaatsen. En daar zet je hem weer op pauze. Mensen die geïnterviewd worden, dat zijn ze. Dat is vanaf mensen die geïnterviewd worden. Dan schuif ik het iets heen en weer. Ik kan zien aan mijn mond wanneer ik begin te praten. Ongeveer hier. Klik ik op de clip en dan opent zich rechts een heel scala aan mogelijkheden. Het belangrijkste eerst is de schaar, het knippen. Ik wil nu het voorste stukje eraf hebben. Dus ik ga naar trim to left of playhead en hij gaat eraf. Bevestigen rechtsboven en het is goed. Stel nou dat ik het fout heb gedaan. Mijn grote vriend linksboven, undo. En hij staat er weer voor, dus je kunt niks kwijtraken. Het ziet er zo uit. Dus in een schuine lijn, schouders naar elkaar gericht. Dan zie je dus dat ik over iets praat wat je niet ziet. Dus het is leuk om hier een plaatje onder te zetten. En dan gaan we een laag maken. En dat is heel handig van KineMaster dat je in lagen kan monteren. Dus ga ik nog even weer naar de knip, schuif ik hem zo heen en weer. Wat ook heel handig is dat je hem kan kleiner kan maken. Hieronder wil ik dus een videolaag maken. Ik klik op layer nog een keer, media. En kan ik hem dus zelf, kun je zelf kiezen waar je dit in beeld hebt staan. Het is het mooiste om het beeld vullend te doen. Nou schuif ik hem door erop te klikken, kan ik hem naar voren halen. En dan gaat hij precies hier over die las heen. En nu heb ik dit. Wat je nu ziet, is dat er twee clips door elkaar heen praten eigenlijk. Dus je wilt het geluid van één clip weghalen of lager zetten. In dit geval wil ik dat doen van deze clip, de lager, het extra plaatje. Dan ga ik naar audio, naar mixer. En dan kan ik hier het geluid helemaal wegzetten. In dit geval is dat beter. Of zachter zetten als het bijvoorbeeld gaat om een auto of geluid uit een zaal. Ik klik weer op bevestig en nu heb ik dit. Schouders naar elkaar gericht en je ogen op één derde. Dan vind ik eigenlijk dat deze wat langer moet en dan kan ik hem nog even iets uitrekken met de hand. En dan heb ik dit. Altijd even weer checken. Het ziet er zo uit. Dus in een schuine lijn, schouders naar elkaar gericht en je ogen op één derde. Wat ook belangrijk is om een goed begin voor je video te hebben. Dat mensen meteen weten wat ze kunnen verwachten. De thumbnail, die kun je in je hoofdlaag maken aan het begin. Bij Android heb je dan de background bij video en bij iOS zit die bij foto. Background, klik je op. En dan kies je iets uit wat bij jouw bedrijf past. Kun je ook nog aanpassen. In ons geval is het dit een mooie kleur. Klik je weer op bevestig rechtsboven. Dan is het natuurlijk mooi om hier titels in te zetten. En dan creëer ik weer een laag. Dan ga ik naar tekst, titel. Klik ik ook weer op bevestigen en dan krijg ik hier uitleg, interviewpositie. Kun je dus een aanpassen. Je ziet hier onderin een gele balk, dat is je titellaag. Als ik daarop klik, kan ik hem weer manipuleren, beïnvloeden. Wil ik de titel veranderen, moet ik dus op de gele laag klikken. En dan krijg ik weer de opties. Bijvoorbeeld het lettertype, ik vind zelf deze wel mooi. Die heb je alleen in de betaalde versie. Als je de tekst wil veranderen, klik je op het toetsenbord. En als je de lengte wil veranderen, is hetzelfde als bij de shots. Heb je daar ook de mogelijkheden. Nu hebben we dit. 2.
3 seconden is meestal mooi. Ga ik hier weer inkorten, klik ik op de clip, dan krijg ik het schaartje. Je kunt de kleur van alles aanpassen. Schaartje, klik de rechte stuk eraf. Wat je nu ziet is dit. Mensen die geïnterviewd worden. Dat klopt, want de gele laag loopt door onder het stukje beeld. Dus je wilt eigenlijk op het moment dat hij hier stopt, dat hij hier ook stopt. Klik ik op de gele laag en ook daar komt het goed. Wat ook heel handig is dat we onszelf een titel kunnen geven, een naamtitel, maar je kunt ook de tekst ondertitelen. Er zijn ook andere apps voor, maar dat kan ook hier. Ga je nog weer naar Layer, tekst. En dan zet ik hier Harmke en Marije. De letters zijn wit en niet zo goed zichtbaar, daarom kan het handig zijn om bij Color de background op grijs te zetten. Dan ga ik nu naar onderen, naar Background, en kan ik daar die aanzetten. En zie je dat die beter tevoorschijn komt. De eerste keer dat je muziek gebruikt, moet je misschien wat kopen bij het winkeltje of downloaden of gratis muziek gebruiken. In mijn geval staat er al het een en ander op. Camping. Kun je even luisteren. Wil je hem eronder zetten, druk je op de plus. Nu hebben we dit. Bevestigen en op play drukken. En dan zie je meteen het eerste probleem. Je hoort ons niet praten, want je hoort de muziek. Wat je dan kan doen, en dat is echt heel fijn aan deze app, is dat je weer klikt op de clip. Je gaat naar Volume Envelope. En daar heb je de mogelijkheid om key markers te zetten. Dus je drukt op de plus met het rondje hierboven. En dan zet je er eentje voor en eentje achter. Ook op de plus te drukken. En dan ga je met de pijltjes ga je naar links en rechts. Ik ga nu naar de middelste. En die wil ik naar beneden trekken. En zie wat er dan gebeurt. Dan zet ik deze op de helft ongeveer. En dan ga ik naar de tweede. En die zet ik helemaal op naar beneden op een procent of 10, 15. Ik druk weer op bevestig en nu krijgen we dit. En dat is natuurlijk super tof, dat je ons wel hoort praten en de muziek op de achtergrond hoort. Dat is echt heel handig in deze app. Wat wel een beetje verraderlijk is, dat hij soms in de loop van de clip weer omhoog gaat met de muziek. Als je dan kijkt, dan zie je langzaam die lijn weer stijgen. Geef dan gewoon weer een keyframe en trek hem even weer naar beneden. En als je wil, zou je nu voor het einde even deze titel kunnen kopiëren. Dat doe je hier. Duplicate. En dan pak ik hem op en sleep ik hem naar het eind. Zo kan ik dan aan het eind exact dezelfde. Dus als je wil kopiëren, 3 puntjes bovenin, duplicate. En dan zet ik hem naar achteren, precies eronder. En dan hoef ik hier alleen maar de titels aan te passen. Ga ik naar het toetsenbord. In beeld. Kan ik hem nog weer aanpassen? Oké. En zo hebben we een video gemonteerd. Als je je filmpje dan klaar hebt, wil je het natuurlijk exporteren. Dat doe je rechtsbovenin. Let op dat hij op 1080 staat. En op 30 frames per seconde, als het voor online is, klik je op exporteren. En dan staat hij uiteindelijk in je galerij. De app KineMaster biedt nog veel meer mogelijkheden, maar dit is de basis. Als je weet hoe je 2 quotes achter elkaar moet zetten, daar een shot onder, het geluid naar beneden kan halen, kan beginnen met een leuke titelpagina, naamtitels kan geven en muziek kan toevoegen en naar beneden kan halen, heb je heel veel controle om je video zo te maken en vorm te geven zoals jij dat wil. Ik wens je heel veel plezier met editen.